Deze films zijn gemaakt door Harry Bosley. Dat was de broer van Anton Bosley en van Tony Bosley, die de vrouw van Jos de Laat. Zodoende is die combinatie ontstaan. Tevens werkte daar nog aan mee Ria Jacobs en Mr. Valit en een broer uit Heeswijk. Harry Bosley is later als kapper, die was kapper in Schijndel en is later verhuisd naar Amerika. We komen eerst aan bij de bakkerij van Uden. Hier zit de Willem van Uden bezig met zijn zoon Jan. Die zijn hier knipbrood aan het maken, zie je. Hij knipt van alles. Hè? Knipbrood. En is een heerlijke bezigheid. Ja, met een mooi skeertje. En dan gaat hij de oven in. Je hebt een mooie vuurplaat nog aan de oven. Ja. Zo, en dit is het winkeltje van Bissels aan de Pastoor van de Lindenstraat. Ja, vooraan helemaal. Een sigarenwinkeltje. Ja. Het winkeltje was kennelijk zo klein dat ze vanuit door de raam maar hebben gefilmd. Ja. Kijk, hier is je ook nog bezig. En er wordt ook hier nog een woning getoond, woningen die ze aan het bouwen zijn. Ja. Er is een heerlijke deurval. Van de Arbo mag dit nou niet meer natuurlijk. En dan gaan we naar de Driezee. Dan zien we de winkel waar we straks ook al de beelden van hebben gezien. Van Rien van Uden. Wat later dan A&O is geworden. En Verbiezen heeft er ook nog in gezeten. We gaan hier naar binnen toe. Dan zien we actieve beelden. De vrouw van Rien van Bussel. Dat is Mine, ja. Ze hadden van alles, zie je wel. Dan krijg je Suikers, de smederij. En de winkel natuurlijk, hij had daar haarden, zie je. Haarden verkocht hij. En huishoudelijke artikelen, hij verkocht ook fietsen. Daar zie je dus iemand weglopen, ik denk dat het Jos de Laat is. Maar dat kan ook iemand anders zijn. Fiets had hij dus ook. En dan de smederij. Mijn eerste fiets die ik kreeg van thuis, die hebben ze hier gekocht. Ja, dat weet ik nog. Dat is senior, ja. En hier hebben we dus de werkers. Deze ken ik niet bij naam. Heezakkers was het. Dit is Willem van Rooij. En dit ook, die ken ik ook niet. En daar staat ook nog Albert Penning. Albert. Dan gaan we naar de kleermakerij van Anton Gedijn. Hier zitten ze heel braaf te stikken. Hier zie je dan ook nog Theo van Dongen, die dat winkeltje had later. Die is hier als kleermaker. En hier is het is een vrij druk bedrijf, zie je wel. Hier is Anton zelf. Ja. En hier liggen de stoffen. Kun je uitzoeken. Ja. Dit zou wel moeder en dochter zijn. Bouwmaterialen Tibos. Hier zien we de latere dikke Tibos Christ. Die hier in een mooi pakje nog rondloopt. Lijkt net een meisje, maar dat is het niet. Dit is Christus.
En hier hebben we dan dus de bouwmaterialen, waar we de spulletjes binnenbrengen. Hier staat een van de pas, was dat. En er werd dus met een aanhangwagentje gewerkt, want vrachtwagens waren er nog niet veel. Je kreeg ook maar een ton of zo, of anderhalf laadvermogen. Als je vraagt, nou, dit is dan... Het is Willem dus, hè? Willem die was. En hier zijn ze kalk aan het blussen. Want er werd dus nog niet met cement gewerkt, denk ik. Maar het kan zijn wel van wel. Maar dat was dan anders voor om te stucadoren, hè? Ja, dat is al. Mien Westerlaken, de vrouw van Willem. Dan gaan we naar het café in de Zuid-Willemsvaart. Drie Cavalet. Het is een heel klein cafeetje aan de onderkant van de kanaaldekbouchement. Trap naar beneden. Ja, het was bij de oversteek, bij de pont van Inmiddro. Dit is Marietje van Moksel, die dus met Jan van Lid was getrouwd. En hier dus de vleeswaren staat te snijden. Dan kon je dus gesneden vleeswaren krijgen en de bestelde vleeswaren van Jos van Moksel. En dit was haar man die dan een bouwbedrijf had. Hier staan ze dus. Je ziet ook een mooie brilletine in het haar. Beetje glimmend. Ja. Ja, Van Dikte bank was dat. En deze kant zag je net nog Rien Wossenberg. En hier is Jan Belit zelf dan. Ja, dus je gaat erin maken natuurlijk. Hè? Ja. Er zijn veel vingers mee omgegaan. Ik denk niet dat het nou zo mag. Nee, hopsa. Een schuurmachine. Dan de werknemers. Ja. Dit is nou al dus de nieuwe molen dus van Eindje Jacobs, waar nou dus Kivada zit. Kivada zit daar nou. Dus naar Eindje Jacobs is hij overgegaan van een berg, geloof ik. En daarna de Brabant Voeders en Roze heeft er ook gezeten, ja. Naantje Jacobs heeft er Roze gezeten, ja. Ja. Hein Roze. En dit was dan dus Van Kilsdonk.
Hein van Kilsdonk. Is tamelijk oud geworden, geloof ik, 94. Dus. Dit is de molen dus. Dat is helemaal machinaal natuurlijk. Als Jacobs die voorbij liep. En hier worden de zakken gewogen. Of nee, nog niet. Nee, nog een keer een andere molen. Ik weet ook niet wie dat is. Ik vermoed dat we hier nu maar op zijn rug kijken dat het Henk Zwartjes is. Henk Zwartjes, hij later in de mouw gegaan. Hij vult de zakken dus en Henk die vult bij tot aan het juiste gewicht. Dit was het. Winkel van Van der Akker. En dit is. En hier gaan we naar Hein van Boksel. Die had een broedmachine staan. Waar die kuikens in uitbroedde. En we zijn op de. Hoe heet het eigenlijk weer? Laar. Laar, ja. Laar, ja. Nu worden er caravans gestald. Ja. En hier worden ze gevoerd. Kippen werden meestal gehouden totdat ze ongeveer aan de licht waren. En dan werden ze pas verkocht. Dat zijn nog scharrelkippen. Dit is het huis waar we kennen. Hier zien we de mensen die allemaal bij betrokken zijn, een beetje bij de film. Hein staat erachter, Hein van Boksel. En hier komt broer aangelopen. En hier zitten ze lekker uit rusten. Dan gaan we naar de Le Corée. Daar zie je een heleboel bekende mensen nog natuurlijk. Die was hier gevestigd in Midden-Rode in de kapel. Waar vroeger de school was geweest. Dit is de heer Verdonk. Dat was de directeur. Le Corée is ontstaan vanuit de familie Kolen. En die woonde dus in de Hoogstraat. En die zijn dus begonnen aan de overkant bij Verhoeven. En later zijn ze dan hier naartoe gegaan. Totdat ze brand hebben gehad. Er zullen wel diverse bekenden bij zijn. Ik ken ze niet allemaal. Deze Vorstenbos, denk ik. Ja. En dit is eentje van Verhoeven. Sorry. Yep. Er is, ja. En dit is Riet Onk.
Nou, denk niet, hè? Ze lijkt er wel op, maar volgens mij is het. Die ze zitten te controleren. Dus of er niks geen losse draadjes nog zitten. Het is een mooi corset natuurlijk wat ze maakten. BH'tjes, corsetten. Dat was toen allemaal nog, hè. Hier wordt de boel gestreken. Ja. En zoveel hadden ze in hun voorraad. Verdun kwam uit Den Haag. Den Haag en Ees. Dit is denk ik nog overgebleven uit de kapel. Hier hebben we de modellen, yep. Een keurslijfje, en deze, ja, die zit de administratie te doen. Ja. Julianastraat. Was Julianastraat. Ja. Zondags na de mis, dan werd er gebiljart en ging me even naar het café. Niet schouten. Ze is weer verder naar voren. Ja. Ja, Van Empel, hè? Had je Van een Ecker, denk ik, dat ik dat zie. En meestal was het op zondag, hè? Jantje Verlit zie je. Door de Smulders zat er nog met zijn pijtje op. Oh ja. En nu krijgen we de makers van de film. Oh, wacht even. Blijkt toch iemand anders te zijn. Ik weet het niet. Dit is in ieder geval Ria Jacobs en broeren. En dit is Jos de Laat. En dan zit daarachter nog meester Verlit. Dus dat was de groep die dus die films voorbereidde met de mensen dus aankaarten. Ging vragen of ze dus mochten filmen. En wat het kostte. Alleen de filmmaker Harry Bosley staat er natuurlijk niet op, want die moest de film maken. En selfies deden ze nog niet. Er moeten een broer zijn uit Heeswijk. Dan gaan we naar de kippenfokkerij. In de Torenstraat.
Dat is nou opstrepen. Dat is nou opstrepen, ja. Het zal de laatste zijn, denk ik. Misschien was zelf. En die had dus hanen, stevige hanen. Kijk eens, even laten showen hoe die eruit moet zien. Die werden dus netjes vet gemest. En hier komen alle kindjes aangelopen voor het pad. Want ik denk dat in deze tijd de Torenstraat nog niet verhard was. Slagerij Jan Kooijmans op de Hoogstraat, waar later dan Willem heeft gezeten en vroeger dus Willem senior gestart was. Hier zien we dan Jan Kooijmans, dus straks op de foto zagen we Willem. Maar dat is Jan, die later dus naar Eindhoven of Veldhoven is gegaan. Was getrouwd met eentje van de Veerdonk. Naast Salar staat het. Hij had Gelderse rookworst, dat was een bekend merk van hem. En die maakte hij ook zelf met die grote ketels voor. En die kunnen we geloof ik nog dadelijk gaan zien. Dus hij was nog echt in de vleeswaren, zie je wel. Dus nog niet veel aparte dingen. Hier begint dat blikwerk. Hier heb je die ketels waar hij dus die worst maakte. Die ging dus van hem naar de groothandel. Was dan nog wel redelijk geautomatiseerd, hè? Dan kregen we Zagwijn, Merosjeweg. Jan zag wij met een Shellpomp. Aan de overkant nog een kapperszaak, zie je. Van Voets. En dit is José, die kreeg rijles. Met een L op de auto. Yep. Ja, de ook. Ik denk dat het broer is die les geeft, Johnny. Hij reed ook taxi. En natuurlijk ook fietsen en bromfietsen en niet alleen garage. Dan kregen we de sparwinkel in de Kerkwijk. Van Verkammen was dat. Maar nou de Chinees dus zit. Die hadden ook nog een losse weegschaal, zie je wel. Dat was nog niet, nog geen supermarkt. Tegenover Slagerij van Noord. Slager, Toon van Noord. Ook Vervent Duivenmelker. Tegenover woonde ook weer Dirkse Tibos, die woonde vlak naast de Spar. Ja, hij heeft veel jassen aan. Ja, Schumacher. Tekenaar bij hem. Is later Hopman van de verkennerij.
Hier hebben we Wil Tibos. Hanny van Helvoort. En die tikt ook, zie je. Dan gaan we naar het horlogemakerij van Jan van Innen. Wekkers, heel veel wekkers. Mensen moesten altijd wakker gemaakt worden. En daarachter staat dan Theo. En hij was dan Johan. Want zijn vader heette Jan. Dan kregen we Bruggemannetje in de Doornhoek. Later Vossenberg gezeten. Zie je? Rika. En hier hebben we Van Erp, Smit van Erp, Toos. Ja, ik denk dat we weer terug zijn bij Van Erp. Ik niet. Winkel van Van Erp is dat. Smederij en Doornhoek zie je niet. En nou gaan we naar Piet van Veerdonk in de Hoogstraat. Die deed ook ja. Was meer de hobby van Theo, de motoren. Piet had meer de fietsen en de brommetjes. Ja. Piet, en er staat Jos de Laat staat achterin. Ja, en hier hebben we Theo. Die komt even kijken dat het goed gaat. Theo dus, die is aan het sleutelen aan zijn motoren. En hier hebben we Wimke Kappen. Kruimeltje noemden we hem. Kruimeltje. En hier hebben we een dochter, ik denk dat het Bea is. De motoren waren voor Theo's. En dan kreeg je dus de vader, de oude lui, zus van Chefkes dus eigenlijk. Die het winkeltje had met de oude lui. Jos was de vader van Theo en Piet. Joofrund in de Hoogstraat. Daar staan de woninginrichting. Jo en Mari deden vroeger samen, maar die zijn toen op een gegeven moment zijn ze uit elkaar gegaan. En is Mari in Hintem verder gegaan. Allemaal rollen van Niel. Dan kreeg je de winkel die daarnaast zat, van de EDA. En zo was dus de winkel van broer EDA. Was de oudste zoon die de winkel had overgenomen. Hij heeft veel prijzen in zijn winkel. Dit is zijn vrouw. En dit weet ik niet wie dit is. Dit is broer zelf. En wie dit zijn weet ik ook niet zo precies. Het kan zijn dat het linkse dat Theo was. En mijn bolletje was. Nee, dit is Theo, denk ik. Ja.
Dit is in de kerk van Middelrode. En dit is pastoor van Rijn. Ze moesten toen nog meteen gedoopt worden, hè, de eerste dag. Had al wel veel haar, deze. Nou ja, hou op. Zo, zo. Het salve. Ja, meteen al de olie, hè? Ja, dat is weer. Maar het is wel een lief kindje, je hoort het niet. Zo. Hier hebben we nog even de kerkdienst afgelopen. Dat is in Berlicum. Ja. Dan zie je diverse Truus Loeve hier, denk ik. Hè? Dit gaat wel snel. Mevrouw van Jan van Houtem. Frans Prins zie ik, of Frans Prinsen zie ik hier lopen. Ja, het is moeilijk om ze zo snel te zien, hè. Hier, Peerke. Chris van Peerkes, ja. Ja. Kijk, ze lopen ze braaf naar huis. Richting Middelrode. Toen was toch ook al de kerk van Middelrode open, want die is in 50, 52 is die... van start gegaan. Ja, ja. En alles moest de voeten op de fiets, hè. Hier zitten we even in de kerk. Zit Jan van Uren te spelen. Hij had ook een pauselijke onderscheiding omdat hij een mis gecomponeerd had. Je moet eens kijken op zijn handen, die waren helemaal verstijfd voor, maar hij speelde nog steeds op een goede manier. Soms dan zong hij ook nog de hele mis, maar dat waren dan stille misjes door de week. Maar Marinus had hij, meestal had hij Marinus Smits erbij die dan zong. Nou, dan krijgen we de gemeenteraad. Het gemeentehuis. Er was nog geen aanbouw, zie je wel. Tuintje was er nog. Ook nog maar pas 10 jaar na de oorlog, hè. Het gemeentehuis was aan de achterkant helemaal beschadigd. En Wim van der Heijden heeft destijds dus het hele archief wat op de zolder zat, heeft hij uitgezocht. Vandaar dat hij dus in de heemkunde dus bezig is geweest. Hier zien we de secretaris, dat is Gerrits. Ja, en de burgemeester, dat was... Nee, dat was... Vermeer was dat, ja. Hemke Wijgans.
Ja, en Vermeer weer. Het is een beetje troebel natuurlijk vanwege de rook, hè. Men zit allemaal met dikke sigaren. Hier hebben we het Christy Bos. En hier hebben we Jos van Empel. En Jan van Houten. Ook al een sigaar. Jan, nee, dat is Pinksteren, Jan van Pinksteren. Verrooy. Chris Verrooy, ja. Dit. Weet ik niet zo. Hier zit in ieder geval nog Jan van der Zanden, zat daar nog. Komen daar misschien nog wel. Hè? Ja. Ik denk dat deze persoon een voorlichting kwam geven of ergens over praten. Dus om de gemeenteraad in te lichten. Dus dat is geen bekende belletje, maar Balkenmer. Rien van Uden. Die was ook in de gemeenteraad. En hier Jan van Bokstel. Jan van der Zanden. En dit het. Bokstel. De gemeenteraad bestond toen nog uit 3 partijen, hè. De arbeiders, de middenstands een beetje en de agrariërs. Waren 3 groepen waren het eigenlijk. Moet haast wel, ja. En deze zit steeds te praten, dus een andere luisteren alleen maar. Dat was het toen nog niet, nee. We hadden toen de plan om daar een kerk te bouwen. Hoeveel meer mijn pijp, ja. Nou, ja, wat is nou wel te weten. Daar zat dan dus toen Mulder in. Jan Mulder. En de brouwerij. Kijk eens hier, daar zien we weer een aantal bekende mensen, denk ik. Jos Brouwers was de brouwmeester, dus die dingen. En die hadden een stoommaal gemaal en daar werd dan dus prachtig gestookt. Grote schoorsteen, een wortfilter, ja. Hier staat in ieder geval dus... Jos Brouwers, aan deze kant zie je, die moet dat meten. De helderheid bekijken. Die kent ook het hele brouwproces. Ja, in de motor was dat. In stoomgemaal. Met de stoom aangedreven. En hier worden de flessen in de spoeling gelegd, zie je. Worden gespoeld. Ik heb dat op jeugdige leeftijd ook nog ooit gedaan. Grote tijlen met sodawater. Dan kreeg je van die heerlijke mooie handen van. Hier van de pas.
En ja, de flessenvulmachine. Flesje voor flesje eronder. Ja. Dan kreeg je daar nog het etiketteren. Ja. Hier heb je dan dus de machine. En hier ligt het bier te gisten. En die is de temperatuur aan het meten. Dan moet allemaal gekoeld worden. En hier etiketteermachine. Er ook weer één voor één erop gelegd en één voor één eraf gehaald. Ja. Strik, denk ik. En weer eens een keer een peiling maken. Ja, dat is ook wel een bepaalde. Jos mag ook iets proeven. En hier is Jos weer bezig met zijn bier te tappen. Te kijken of hij goed is. Helder genoeg. De zomerdagen met de kermis konden ze wel eens een beetje vlugger brouwen. Dat het niet zo lang in de lichtkelders lag. Ze dan veel bier nodig hadden. Lekker, hè? Jo. Proost. Jip. Kijk, weer doorgaan. Hij is aan het vaten vullen. Worden de vaten gevuld. Gaat iets meer in als in een dingetje, als in een flesje. Even een vat vullen. En hier zijn ze bezig. Even kijken. Iets aan het overpompen, maar zoveel stoom bij de energie, hè. En dit is dan Hein Godschalks. En ik denk dat je nou gaat meten de alcohol van het bier. Percentage alcohol. En dat moest dan dus. Hier worden de vaten nog gewassen. Zie je de vaten schoonmaken. Moest natuurlijk heel mooi schoon zijn. Het zo helemaal ronddraaien. Moest mooi. Hier laten ze zien hoe dat er in feite uitzat door het vulgat. En hier hebben ze toch alweer aluminium vaatjes hier. Kijk, en hier moet geïnspecteerd worden of het vat goed schoon was. En deze met zijn. Hè? Tegenwoordig werken ze op dezelfde manier in een ziekenhuis, maar dan is het een beetje fijner materiaal. Kijk eens ook overal van binnen. Is er een van Pennings? Hier zijn we weer bij de vulmachine. Maar het lijkt mij dat dit limonade is of zo. Zou ik dat kunnen? Ja. Moest ook gedaan. Dus wat nou het atelier is van de vrouw van Janne. Dat is. Hier zien we dus dat ze gaan meten voor de alcohol. Ja.
En dan gaat alcohol is lichter als bier. Dus zo werd de waarde vastgesteld. En dan werd dat vastgesteld en op papier gezet. En dan later zag je de boekhouder naar het postkantoor lopen, want dan moest je dus de accijns gaan betalen. Want bankverkeer, dat kende men nog niet. Een reclamespotje. De boekhouder. En de zwaan, dat was dan dus het merk. Hier zien we Gratte D. Gratte D, de blauwe, hè? De wagen reed meestal zo hard dat je met de fiets voorbij kon rijden. Je had er een hekel aan als je eraan vasthield. Hier zie je chef. Achter bij de hond staat Gerard. En hier komt Harry aan. En links staat Vink zelf. Hier komt Harry mee een grote sigaret in zijn mond. Kijk, hij was dus. In de oorlogsjaren, begin van de oorlogsjaren, is de molen. De wieken die aan de molen zaten zijn eraf gevlogen met een storm. Dus zijn vrouw met een bakje koffie. De rest kreeg het ook wat. En Annie komt ook nog even zien. Ja, ze zal toch wel goed op de film willen, denk ik. Zie je er niet? Ja. Nee, dat is Annie. Dit is Gerard. Het wegen en het vullen. Nuchtere kalvermelk. Ja. Nou, en nou naar beneden toe. De weg op, want dus het liep, het was een mooie heuvel. Brrrrum. En je gaat chef. En Harry zit er achterop. Ja. En hier de hele familie is een beetje. Hè. Dit is Pirke.
broer. Dus hij is nog in de oude winkel. Yes. Dan gaan we naar wit loks toe. Kopjes en schotels. Misschien mogelijk breekbaar. En hier is wit loks Jan, wit loks zelf. En hier is Frans van den Akker. Ik ben een pijp bezig. Ja, ik weet wel. En dit is Sjefke, Sjefke Witloks. Sjefke weer. En hier is Ellie. De dochter. En moeders. En dan is hier Harry Verlit. Dit is dus ook nog in de oude zaak bij de bakkerij van De Pan. Dus die had wel een winkel waar hij brood verkocht in feite, maar daar heeft Harry dan een schoenmakerij van gemaakt. Dus voordat hij dus naar de Hoogstraat 46 is dat of 40 iets verderop dus is gegaan. Weer drankenhandel beroepen. Antoon dus die de vrachtwagen reed. Dus Antoon. Toen hij jong was mocht hij dus met een bakfiets rijden, maar hier heeft hij dus al de vrachtwagen. Hein zelf, Hein, is zijn vrouw. En achter staat, ja, zij was Anna en Keesje. Keesje die later dus verhuurbedrijf heeft gehad, ook in de Hoogstraat. Dit zijn de buren, denk ik. Ik zou niet durven te zeggen wie. Het kan zijn dat het in de tuin van Peters is, maar het kan ook de andere kant zijn. Ik krijg weer Smits weer, ja. Kun je zien hoe dit hier allemaal textiel verkocht. Kruideniers waren. Bakkerij van Smits. Maken van lekkere koekjes. Allemaal handwerk, hè? Martien Bloks. Oftewel van der A. Ja, ja. Even het puntje uitzuigen, hè? Hier kregen we Heintje Klerks dus bij Van Lid in de verf bij de Van Lid in de ook in de Kerkwijk, hè? Ja. En hier Harry van Os. Die mag hier op het plafond werken. En een beetje met een borstel dus netjes opruwen.
gaan we terug naar de winkel van Smits. De textielkant. Met de Smits. Kooijmans was hij, ja. En hier Mieke. En hier weer Annie. En dan gaan we weer terug naar Driek Verlit. Driek Verlit zelf. Daar wordt een beetje verf geroerd. Op kleur gemaakt. Piet Schel. En... Nou, hier laat hij eens even zien hoe hij op een prachtige manier zonder hulpmiddelen een rondje kan snijden in een stuk glas. Ja. Kijk eens, daar gaat hij dan. Met zijn handen gewoon. Hoe je het klaarspeelt weet ik ook niet meer. Kijk, zo groot was het gat. Nou, zo'n grote ventilator hadden ze niet, maar dus dit was voor de demonstratie. En hier wordt geschuurd. Piet Schel doet het even met de hand. En de jongere generatie laat even zien hoe het ook met een schuurmachine kan. Ja. 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 Zo is het genoeg, zei hij. Dat is genoeg hoor. Het decor wat hij ooit ging maken, dus dat had hij ook diverse attributen voor. En hier gaan we een beetje op hangen. Hier is Ricky. Ricky Ballet. Jo van den Broek getrouwd. Die laten zien van bankpapier. Ja, ja, kinderkamer, hè. En dit is een afbeelding van de kerktoren. Ook de rem geschilderd door Driek zelf geschilderd. Hij had zelfs een maquette gemaakt daarvan. En hier hebben we de Boerenbond. Van de Weerdonk, Christ. Christje, zei je altijd. Eentje van Verrooy, denk ik, hè? Jan Verrooy, ja. Jo Verrooy. Ja. Die zat een ding en hier dan weer van de pas. Ja. Ja, dat was concurrentie voor de molenaars natuurlijk, hè? Dat ze dus hun brachten. En hier zie je de van Grinsven. En die met het karretje reed is een van Spierings. Mies Bos. Hè? Bos, ja. Later Koster geworden. Hè? Dus en hier is een Mies Bos, ja. Later Koster, ja. Yep, de pas weer. En dan kregen we het transportbedrijf van Grinsven, wat trouwens ook weer bezig is hier bij de Boerenbond. Aan de achterkant. Nou, dat wordt gelost. Waar ze net ook al mee bezig, maar dan laten ze het op een andere manier zien. Wordt goed opgezagen. Hier wordt hij weer gelaaien. Hier, mooi zak voor zak. Om de beurt een zakje pakken. Ja, dan haalt hij natuurlijk een streek uit daar. En de band snel laat lopen. Christje van der Weer ook, verder ook.
Heel vlug erop leggen, zie je. En dan moeten ze... Ja, grapje. En hier zien we dan van Ude, heet hij ook weer... Ja? 10. 10 van Ude is dat, ja. Die is aan het kolen, met kolen aan het afwegen. Yep. En dan krijg je Nelke van der Heijden. Nelke de Kopperen, senior, hè. De koffie kan erbij staan, dus. En hier is dan... Zo. Dit is het dan.